Daarom komt het dat als je altijd op dezelfde plek een scheiding maakt, uiteindelijk je haar uitvalt. Wacht, gast, meen je dat? Ja, kijk maar naar Schwartz. Wauw. Oké, ja, dus hier moet het zijn. Ik dacht dat we voor ons plan... Hey. Laten we gewoon naar binnen gaan en wat jazzvechten doen, hè? Het spijt me, wat? Kom op, jazzvechten. Dan gaan we zo van... Oké. En dan neem ik het van je over. En dan kom ik ertussen met... Gast. Huh? Heeft Charlotte gelijk? Nee. Waarover? Over ons, dat we misschien arrogant zijn. Oh, echt? Kom op, ik ben de minst arrogante persoon ter wereld. Ik ben echt de Johan Cruijff van nederigheid. Klopt. Touchdown. Ja, klopt. Nee, je hebt gelijk. We pakken die gast. Kom op. Ja, oké, dan gaan we. Oh, sorry. Het is mijn zusje. Ik bel er zo wat terug. Nee, pak op. Tijd genoeg. Ik warm wel even op. Zeg het maar. Zei je serieus zeg het maar? Ik bedoel, gaat-ie? Hebben jullie handdoeken op je werk? Waarom? Daarom, er zijn bijna geen handdoeken meer in Spelview, dus mensen verkopen ze nu online voor heel veel geld. We hebben zelf nog maar één vieze handdoek in het hele huis. Piper, heb jij misschien mijn 's werelds beste vaderhanddoek gezien? Ja, volgens mij in de achtertuin. Ah, daar had ik hem gelaten. Dus, hebben jullie handdoeken of niet? Ja. Ik regel wel wat doeken. Ik regel heel veel doeken. Echt waar? Ja, luister. Ik weet al wat. Ik ben thuis over een half uurtje. 20 minuten. Of over een kwartiertje. Top. Ik zie je over een kwartiertje. Tot ziens. Oké, we moeten snel zijn. Piper is boven pruiken passen met Jasper. Oh, niet zo snel. Laat mijn popoengezicht even zien. Alsjeblieft, man. Ah ja, ik ben echt knap. Hoe dan ook, Charlotte maakt zich druk om wat vermiste honden of zo. Het zijn geen vermiste honden, maar vermiste kinderen. Wat? Vermiste kinderen? Dat is heel ernstig! Daar heb ik de hele dag aan gewerkt. Hé, hey, ze hebben het erover op het nieuws. Fijne Halloween, Swellview. Halloween? Of hallo, wie heeft ze gezien? Of allebei, Trent. Vandaag is het Halloween en sommige kinderen in de stad zeggen boe. Hoe? Omdat ze vermist zijn. Inderdaad, Mary, ze zijn weg. Er zijn tot nu toe al 10 kinderen verdwenen. En dat zonder spoor. Tenzij de rookwolken, het gegil en de ooggetuigen verslagen over een gruwelijk monster dat ineens verscheen een spoor vindt. Als je dat vindt, dan waren dat allemaal sporen. 10 kinderen, dat zijn er 2 keer 5. Inderdaad, Mary. En de grote vraag is dus, wie wordt nummer 11? Daar en daar. Dat zijn de locaties waar de kinderen het laatst zijn gezien. Wie ziet er nog meer een patroon? Ja, ik. Dit is het patroon. Denk je dat? Het ziet eruit alsof je hierheen, aan deze kant. Ja, weet je wel wat je aan het doen bent? Gast, wat doe je? Gast. En dan opnieuw bovenlangs. Oh, en dan zien we duidelijk een lijn ontstaan. En dan gaan we nog hier langs. Ready. En zoals je ziet, is het patroon helemaal klaar. Boom. Of... Het is een kruis. Dat is een theorie. Het punt is, ik weet het niet, man, maar ik heb moeite met een balans te vinden tussen mijn normale leven en mijn leven als hulpje. Want waar eindigt Henry Hart en begint Kid Danger? Het waren gewoon wat zware jaren. Weet je, bedankt dat je luistert.
Right. Whoa, 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 whoa! Come on, God! Jij zat te slapen? Ach, het is een rechte weg. Jij hebt de berenpak aan. Ik ben onverwoestbaar. We hebben een atoombom uit de oorlog in onze achterbak. Oh ja. Was ik even vergeten. Het is wel een oudje. Hoe lang heb je hem al? Sinds mijn 16e. Dus 10 jaar. Hij lijkt ouder dan dat. Nou, dat ben ik niet, oké? Okay? Ben ik niet. En hij, de truck is niet oud, oké? Okay? De truck is een jongen. Een jonge jongen. En hij wordt nooit ouder en hij gaat nooit dood. En mami blijft altijd van hem houden. Oké, okay, jeetje. We rijden nu al 3 uur. Mijn telefoon is helemaal leeg. Nou. Je mag hem wel opladen. Ik denk niet dat dat werkt. Wel voor mijn mobiel. En voor mijn stoelverwarming en voor de draagbare airco onder de stoelen. Oké. Okay. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Perfect. Wat was dat? Wat gebeurt er? Hey! Wacht! Nou, kom op die mijn stoelverwarming. Goed gedaan, hoor. Die mobiel heeft de mantruck gesloopt. Waar heb jij het nou over? Alles ging goed totdat je die rare telefoon in het elektriciteitsnet stak. Oké, okay, dat elektriciteitsnet van de mantruck is gemaakt van plakband en ontkenning. Daar ben ik het niet mee eens. Oei. Zijn we nu ver genoeg uit de stad? Waarvoor? Om Susie uit te schakelen. De atoombom uit de Tweede Wereldoorlog die achterin ligt. Ah ja, dit blijf ik maar vergeten. Hoe dan ook. Waar heb je haar gelaten? Hm? Waar heb je haar gelaten? Ik heb Susie nergens gelaten. Jij zei dat jij haar achterin zou leggen. Dat is niet waar. Voordat we gingen, liep jij terug naar de mancave voor je stekkerdoos. En toen zei ik op de terugweg, pak fluitende Susie en leg haar achterin. Oh, en wat zei ik toen? Jij zei bom voor de bakker. Oh ja, nou weet ik het weer. Dat was grappig. Dus als fluitende Susie hier niet is, waar dan wel? Oké, mensen, ik ben er klaar voor. Laten we dit opnemen voordat men een einde maakt aan de Puzzels en Puppies Bewustzijnsweek. Piper, dat staat je schitterend. Dank, fijn, hou van je. Hoe is de belichting? Ik denk wel oké. Je denkt? Je denkt? Nou, dat is niet goed genoeg, pap! Piper, ik praat wel met je vader. Ga jij nu maar in je kussen schreeuwen. Best! Wat is het probleem? De jongen schreeuwt nooit zo tegen me. Het probleem is dat Jenna Tetrazzini een puzzel van 10.000 stukjes heeft gemaakt met haar vriendje Prince for Art. Heel goed, liefje. Gooi het er maar uit. En wij hebben een puzzel met 1001 stukjes. En nu gaan we een foto maken van onze puzzel. En die wrijven we erin! En die wrijven we erin. Trek deze handschoenen die ik net heb uitgevonden eens aan. Ze zijn gemaakt van stilteleer. Luister. Probeer ze maar eens. Ik ben allergisch voor leer. Oh, tja. Dan zitten we nu met een ongemakkelijk moment. Oh, gelukkig. Bezoekers verkleed als konijnen. Dit wordt vast leuk. Hallo, wij zijn kluskonijnen. Heb je een klus? Wij springen je te hulp. Captain Man heeft ons gestuurd voor een interdimensionale transporter. Juist. Dit is hem. Dat zijn bananen. Nee, dit is de interdimensionale transporter. Ik ga hem heel erg missen. Daarom ben ik nu ook zo emotioneel. En wat is dat dan? Dat is een muur. Hij is gemaakt van een materiaal genaamd gips. Nee, daar tegen de muur. Daar staat toch op interdimensionale transporter? Dat is een... Brenda, help eens.
Geef ze die machine nou maar, Bill. Best. Jullie krijgen de interdimensionale transporter. Ik open nog één interdimensionaal... Nee, stop! Oké, neem maar mee. Maar voordat jullie gaan, neem hem niet mee. Oké, zo is het wel. Neem de stilte handschoenen mee. Als jullie mogen in deze archiefkast hebben, hij heeft het helemaal wel.